Welkom to Timmetje 070. Dames en heren, welkom bij Timmetje 070. Ik leg even uit hoe je eigenlijk nou op mijn Spotify kan komen. En ik heb een nieuwe Spotify aangemaakt. Die heet gewoon Timmetje 070. Zo kan je me ook vinden op Spotify. Ik zal het linkje onder het filmpje zetten hoe je op mijn profiel kan komen van Spotify. En daar kan je eigenlijk een beetje de nummers vinden die ik vaak in mijn filmpjes gebruik om te testen. Of weet ik veel wat. Gewoon een PA'tje te checken of weet ik veel wat. Er staan ook lijstjes tussen van Toto. Wordt vaak gebruikt om te testen. Ik zal eventjes bijvoorbeeld iets laten horen. Damn. Redelijk bekend nummer. Wordt vaak gebruikt om te testen. Ook bijvoorbeeld dit nummer. Wordt vaak gebruikt om te testen. Dit kan je natuurlijk allemaal vinden op mijn Spotify. En dat staat onder het filmpje. Ik zie dat mijn licht een beetje er binnen gaat. Ik zal even kijken. Dit is een erg nice nummer. Die wil ik eventjes gewoon laten horen. Om een PA'tje te checken. Ja, die kan je dus checken, zeg maar, op mijn Spotify. Ja, wil je me dus volgen? Doe dat dan gewoon. Doe dat niet op mijn persoonlijke Spotify. Dat werkt niet. Check eventjes gewoon alle linkjes onder het filmpje. En daar kan je ook gewoon alle kanalen vinden van mijn vrienden en ook van mezelf. Facebook, Soundcloud, ik zit er overal op. Ik heet overal Timmetje 070. Kan me makkelijk vinden. En bedankt voor het kijken naar dit filmpje.